Thomas, hoe moeilijk is het op dit moment? Het voetbal bedoel je? Nou ja, ik had hier liever met wat rustiger vaarwater gestaan. Maar tuurlijk, het is eventjes andere tijden dan dat je gehoopt hebt. Ik zei het net tegen je trainer. Je bent 2 maanden bezig. 26 juni was de eerste training. Dus je hebt een behoorlijke voorbereiding achter de rug. 3 competitiewedstrijden. Wat is dan de conclusie tot nu toe? Dat het nog niet goed genoeg is. En dat we keihard moeten werken om de punten binnen te halen. En ik moet zeggen, op trainingen ziet het er regelmatig goed uit. Dat ik denk van, hoe kunnen we nou van Den Bosch thuis of MVV uit niet winnen? Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is en dat de ommekeer snel gaat komen. Is het ook een kwestie van scherpte? Want ik begreep net van jullie trainer dat jullie 30 doelpogingen hadden in de wedstrijd tegen Den Bosch en MVV. En dat we er maar eentje van benut. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook het probleem natuurlijk. En achterin krijgen we ze redelijk makkelijk tegen en voorin maken we ze niet. Dus dan wordt voetbal lastig, hè? Is het ook het grote euvel op dit moment dat de Achterhoede in vergelijking met vorig seizoen op 3 plaatsen anders is ingevuld? Ja, natuurlijk, maar dat is weer even wennen allemaal. Het gaat er meer om hoe we onze linies ook bij elkaar houden, hoe we met elkaar druk zetten. Bal in de ploeg houden, ja of nee, waardoor je weer achter de bal moet komen. Dus het gaat om heel veel facetten en het moet gewoon eventjes allemaal in elkaar vallen, de puzzelstukjes. Vorig jaar ging dat wel goed. Hè? Toen hadden we ook jongens die niet echt aan elkaar gewend waren en nu moeten we daar nog even in zien te komen. Na de wedstrijd tegen Heracles hebben jullie als groep bij elkaar gezeten. Dat is eigenlijk een verhaal wat je eigenlijk iedere week zou kunnen herhalen als je op deze manier doorgaat. Ja, wat hebben we dan gezegd bij elkaar? Nou ja, onderling heb je natuurlijk na die wedstrijd gezegd van de puntjes moeten duidelijk op de i gezet worden, moeten goed naar elkaar kijken. Is dat ook iets waarvan je zegt van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar we moeten een keer die punten gaan pakken en dan hoeft zo'n sessie niet nog een keer plaats te vinden. Ja, tuurlijk, dat is zo. En hopelijk is dat zondag aan de orde, maar kijk, weet je wat is het? Je moet gewoon tijdens zo'n week moet je gewoon een goed gevoel opbouwen richting de wedstrijd. En ik moet zeggen, vorige week richting MVV hadden we echt een supergoed gevoel. Een goede voorbereiding gehad en dan kom je eraan en staan na 5 seconden achter. Dus dat moet gewoon eruit. En dan deze week hebben we ook weer echt een goed gevoel opgebouwd, denk ik. Morgen gaan we de puntjes op de i zetten. En dan heb ik gewoon heel veel vertrouwen in dat we van Jong Ajax gaan winnen. En dan hebben we al die praatsessies niet nodig, joh. Dus het is gewoon gas geven zondag tegen jonge jongens. Allemaal iets kleiner dan ons. Wij moeten daar fysiek van winnen. We moeten strijd aangaan met ze. Publiek meekrijgen. Want ik hoop wel dat alle seizoenkaarthouders in ieder geval komen. Veel geluid maken dat we hun achter ons hebben. En dan moeten we gewoon Jong Ajax wegvagen. En gewoon eerst 3 punten pakken thuis. Jong Ajax, voordeel is denk ik toch wel dat Ajax 1 op hetzelfde tijdstip in Utrecht speelt. Dus we kunnen niet over een ruime selectie beschikken. Is dat een voordeel, denk jij? Ja, dat is wel een voordeel misschien. Maar Jong Ajax speel je niet zomaar. Dus ze kunnen allemaal goed voetballen. Dus het is echt niet dat we dit zomaar even gaan doen. En zeker in onze afgelopen resultaten. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken en gewoon er bovenop vliegen, denk ik. En dan heb je de meeste kans om punten te halen. Er is een hoop reuring geweest onder jouw persoon. Nou, we kennen allemaal de verhalen. In hoeverre heeft je dat geraakt? Nou, niet. Ik vind het meer raar eigenlijk dat zoiets naar buiten komt. Dat er bedragen worden genoemd. En ik zou niet weten waar het vandaan komt ook. Dus, maar daar hou ik me verder niet mee bezig. Ik wil gewoon goals maken. En dan stoppen ze vanzelf met praten. Emmen, vorig seizoen 5 gespeeld, 1 punt. Volendam ook in die orde van grootte. Dus wat dat betreft is nog alles mogelijk. Nee, maar dat is het ook. Dus iedereen zit hier paniek te maken een beetje. Maar we hebben gewoon geen goede start. En er moet heel veel verbeterd worden. Maar daar zijn we keihard van aan het werk. Vandaag ook. Ik heb echt, ik zie ballen erin vliegen. Dat is niet normaal. Dus we moeten gewoon, gewoon kopjes bij elkaar. En zondag keihard werken. Het is ook een mentale kwestie, hè? Op een gegeven moment. Van je hikt er tegenaan natuurlijk. Dus wat dat betreft, 3 punten komen in zondag is eigenlijk een bittere noodzaak. Ja, denk ik wel. Het is wel een hele, ik wil niet zeggen cruciaal, maar het is wel gewoon op een punt dat je nu gewoon 3 punten moet pakken. En dat je dan met een goed gevoel weer naar Willem II kan gaan natuurlijk. En vol uitvak ook weer, supporters staan erachter. Dus ja, dan moet je gewoon in een vibe zien te komen, in een goede sfeer. En dan heb je gewoon zondag zeker 3 punten nodig. Dus wellicht zou die 4.500 man die er verwacht wordt, het medicijn kunnen zijn voor de eerste 3 punten. Komt dat nog 4.500 jaar? Oh, nou ja. Ik begreep hoor. Oké, nou ja, als dat zou zijn, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. En die moeten gewoon veel lawaai maken, achter de ploeg staan. Ik denk dat wij
ja, dan gewoon 3 punten gepakt. Dirk, op 26 juni ben je begonnen met ADO in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er zijn nu 3 wedstrijden onderweg, komende zondag tegen Ajax de 4e. Waar staat ADO op dit moment, in jouw optiek? Nou ja, statistisch gezien onderaan. En dat is natuurlijk een hard gelag. En dat is vervelend, doet ook zelfs pijn. Maar aan ons om te laten zien wie we zijn. En dat we hoger op de ranglijst horen te staan dan deze plek. En daar is denk ik aankomende zondag een uitgelezen kans voor. Ik bedoel meer qua ontwikkeling, qua het idee wat je hebt om, wat ADO betreft, om te voetballen, hoe te voetballen, accenten verleggen wellicht. Zit je daar op het niveau waarop je zegt van nou, we zitten aardig op trek? Nou, niet op trek, want dan hadden we denk ik meer punten gehad nu. Ik denk wel in de wedstrijden die we gespeeld hebben, hebben we ook niet alle geluk van de wereld gehad. Waarin je, ja, denk ik, 2 wedstrijden op basis van de kansen en het aantal doelpogingen, denk ik, eigenlijk gewoon hoort te winnen. Maar daarin gaan verschillende dingen, denk ik, niet goed. En dan heb ik het over de wedstrijd Den Bosch en MVV, met alle respect voor de tegenstanders uiteraard. En ik denk dat Heracles op de eerste dag heel goed voor de dag kwam en waar wij de eerste helft overrompeld zijn. En daardoor zijn we even teruggeworpen in het proces waarin we zaten. En voor ons is nu belangrijk dat we, ja, vanuit een goed resultaat weer vertrouwen krijgen in de kwaliteiten die we hebben. En daar heb ik weer alle vertrouwen in. Wat doet dat met de persoon en de trainer Kuyt als hij vorige week in Maastricht op de bank zit en al binnen 17 seconden de 1-0 om zijn oren ziet vliegen? Ja goed, het is als trainer zijn natuurlijk heel lastig om dat soort dingen te controleren. We bereiden ons team zo goed mogelijk voor op de wedstrijd. En dat hebben we ook weer voor de wedstrijd van MVV gedaan met staf, maar ook de spelers. En dan overkomt dat je. En dat is heel vervelend in de situatie waarin we al zaten. En daarna hebben we denk ik nog alle kans gehad om de wedstrijd te doen keren. Wat ik zeg, volgens mij bijna 30 doelpogingen of zelfs 30 doelpogingen. Dus dat geeft wel aan, iets aan over de veerkracht van het team. Maar uiteindelijk koop je daar niet zoveel voor. We moeten gewoon resultaten halen. En daar ligt dan ook de focus op nu in deze fase van het seizoen. Waarin we minder punten hebben dan dat we hadden verwacht. Waarin we gewoon resultaat moeten halen. En daarna komt dat proces wel weer. Dan begin je afgelopen maandag weer met een nieuwe trainingsweek. Na een teleurstelling toch weer die je moet incasseren als groep en als trainer. Waar leg je dan de nadruk op, met name in het begin van de week? Nou, dat zeg ik, dat we zeg maar vanuit die teleurstelling en vanuit het pijn wat het doet, want dat doet het uiteindelijk als je op zulke manier wedstrijden verliest, dat we daar weer kracht uit moeten halen om uiteindelijk resultaat te halen. Dus de nadruk ligt nu ook op het resultaat wat ons vertrouwen gaat geven en ook het geloof dat we er daardoor gewoon weer uit deze situatie komen. Heb je ook al zaken aangepast in de zin van, omdat je de opmerking zelf maakte van misschien vaak wel te veel van mijn spelers? Nou, we zijn dagelijks bezig met dat proces waarin ik net heb gezegd dat het nu echt om het resultaat gaat. We zijn steeds aan het kijken van nou, wat is nou het beste voor de spelers? Wat past het beste bij de spelers? En ja, ten opzichte van vorig jaar, ook gezien de situatie toen. Dus dat heeft niet direct ook met andere trainers te maken, maar ook de mogelijkheden die er op dat moment misschien ook wel financieel waren, zijn er heel veel dingen veranderd. Dus en die verandering, ja, die zorgt er ook voor dat je soms even een stapje terug moet doen om daarna weer vooruit te gaan. Maar nogmaals, de focus ligt nu echt op het resultaat. Van de week 2 nieuwe spelers erbij. Absalem, een linksback in potentie, en Thomas. Met name die 2, zijn dat ook jongens waarvan je zegt van die kunnen de groep echt beter maken? Nou ja, we misten sowieso zeg maar op de linksback positie, wilden we het ons toch versterken. Nigel Owusu heeft dat prima gedaan, maar is nog een jonge jongen. En Boy Kemper, ja, is daarnaast de enige back die we dan nog hebben. Dus we wilden daar wel wat meer ervaring. Nou, heel blij dat we die ervaring met Amir daar nu bij hebben. En de andere situatie hadden wij met Vin Dieke, wat een enorm groot talent is binnen onze organisatie. Waarvan wij vinden dat het enorm belangrijk is dat hij veel wedstrijden speelt, maar ook op een bepaald niveau. In mijn optiek is hij het niveau van onder 21 wat ontgroeit. En is hij nog net niet toe aan het eerste elftal spelen. En ja, wij zaten eigenlijk een beetje in overleg met Vin Dieke van nou, hoe kunnen we daar nou een tussenoplossing voor vinden. En toen diende deze kans zich aan voor Vin. En denk ik dat het een hele goede leerzame ervaring voor hem kan zijn. En weten wij, ja, bijna 100% zeker dat we een goede ervaren speler straks weer terugkrijgen. Heeft dat toelichting? Waar hij gaat naar? Estoril.
En van daaruit hebben wij natuurlijk ook onze Franse jongen Titouan hier gekregen. Een jongen die net wat meer ervaring heeft dan Finn. Hele talentvolle jongen ook. En heeft hier de eerste dagen getraind en maakt een goede indruk. Maar moet nog wel even wennen aan de groep. Ook aan het trainingsniveau. Maar hij heeft een goede voorbereiding gehad met Estoril. En de verwachting is dat hij snel minuten kan maken. Zondag thuis tegen Jong Ajax. Tegelijkertijd speelt het Ajax 1 in Utrecht. Is dat een voordeel dat ze niet kunnen putten uit de selectie die komende zondag in het Binkelstadion als tegenstander krijgt? Nou ja, wat ik al zei, wij focussen ons echt nu puur op onszelf en het resultaat wat we moeten gaan behalen. Daar ligt de focus volledig op. En wie wat zou kunnen gaan spelen, daar hebben wij geen invloed op. Wij moeten optimaal voorbereid zijn. Dat zijn we ook. En we moeten resultaat gaan halen. Slotvraag, je vertelt nooit de opstelling, dat is logisch. Kunnen we wel wijzigingen verwachten? Nou, ik kijk elke week naar de beste mogelijke opstelling. En ik heb de opstelling nog niet aan de spelers bekendgemaakt. Dus dat zal ik ook zeker niet hier voor de camera doen. Maar de in mijn ogen beste mogelijke elf gaan zondag spelen. Diplomatiek antwoord. Ja, maar ja, je wist het antwoord al, toch?